Hi, goedemorgen. Welkom bij Betty's Kitchen. Ik vraag me af of jullie ooit wel eens hebben gehoord van jackfruit. Jackfruit is een vrucht die met name in Azië voorkomt. Het heeft een vrij neutrale smaak, maar het heeft een hele vleesige structuur. En daarom is het de laatste jaren heel erg upcoming, zou ik maar zeggen, op het gebied van vegan food. En veelal vond je deze altijd bij de toko's. Maar omdat het nu het populair ingrediënt aan het worden is Fairtrade deze blikken gaan lanceren. En die vind je dus ook gewoon straks in de supermarkt. Dan ga ik vandaag op tour met Fairtrade. We gaan naar Amsterdam. Dan gaan we 5 heerlijke gerechtjes met jackfruit proberen. Dus ik neem jullie mee. Dan kunnen jullie ook zien hoe veelzijdig dit product is. En uiteraard ga ik zelf ook nog een recept met jackfruit maken en delen op de website. First stop, Soul Food Deli. Les nummer 2 is de Couscous Bar in de Indische buurt. Dag, dag. En wij gaan daarheen. Drie keer gestoomde couscous met vooral heel veel groenten. Het gaat best hard. Zo. En we gaan best wel hard. Ja, dit gaat heel hard. En in plaats van Reina Pepiado met kip, nu dus met jackfruit. Nou, volgend adres. Jackfruit bij de Rotisserie Chicken. Ik ben heel benieuwd, jongens. Het wordt niet het beste shot. Nou jongens, en voor het laatste adresje van deze jackfruit tour. Wat een heerlijke veelzijdig stukje fruit is het ook, hè. Maar dit is dus het laatste adresje van vandaag. Super schattig. Dan ben ik weer thuis en wel en ik heb zoveel lekkere inspiratie in mijn hoofd zitten. Jackfruit is echt ontzettend lekker. Het is natuurlijk geen volwaardige vervanger van vlees. Dat zeg ik er wel eerlijk bij. Sowieso als je vegetarisch eet is het verstandig om je B-vitamine, met name B12, bij te slikken. Dus ook nu thuis ga ik hier lekker mee aan de slag. En wij gaan vandaag een vegan kapsalon maken. We'll be right back.
Nou jongens, daar krijgt een dame het wel warm van. Maar hoe vinden jullie hem gelukt? Mijn vegan kapsalon met zoete aardappelfriet en jackfruit. En nu is natuurlijk de vraag, hoe smaakt het? Mmm, heerlijk. Jackfruit doet het dus ook heel goed als je warmer vervanger. Maar jongens, dit is echt fantastisch. En oké, ik weet, een kapsalon hoort normaal gesproken ook heel veel kaas op. Kan, mag, maar het hoeft niet per se. Ik mis eigenlijk niks. Ik vind dit echt zo lekker zoals hij nu is. Stel je koopt, je hebt vegan kaas in huis of vegetarische kaas. Doe het er gewoon lekker overheen. Doe lekker wat jij wil. Varieer qua sla, qua groente. Met de dingen die jij lekker vindt. En dit is echt zeker een succes voor een vegetarische maaltijd. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen enthousiasmeren om jackfruit te gaan kopen en het gewoon eens een keer te proberen. Ik vind het in ieder geval heel lekker en ik ben blij dat ik dit alternatief heb gevonden. Dus ik zal er nog wel vaker even mee gaan experimenteren. Voor nu wil ik zeggen dank jullie wel voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe hieronder even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer.